in mijn mooie. Niet op een hart. Hersenen in je hoofd. Ja, dank. Mooi. Oh, yes, mam. Wat benieuwd. Het is echt om de hoek. Een beetje een vlecht. Een roze vlecht. Oh, dat ziet er lekker uit. Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag tweede kerstdag. En wat ligt hier nou weer achter ons? Wow! En mijn maag met tand zit heel erg los. En Lucilla's tand zit heel erg los. Ja, wat is dat, Luxie? Hebben we allemaal cadeautjes? Het is vandaag tweede kerstdag en vandaag hebben we cadeautjes onder de boom. Ja, en gaan we lekker met z'n allen spelen en straks lekker commenten. Zullen we de cadeautjes uitpakken? Hebben jullie daar zin in? Er is een kindeke geboren, op aarde. Er is een kindeke geboren, op aarde. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Wat is dit nou weer, Woezel? Tweede kerstdag. Wat is dit nou weer, jongen? Ben jij een baby? Dat kan toch niet? Kijk die hond liggen. Ja. Wat is dat nou dan, Luxie? Wat doet Woezel nou? Doodjes en pakken! Ja! Pak. Wauw. Kijk, ik heb een echte raceauto. Raceauto. Oeh. Huts. Wat gebeurt er? Oh, jongen. Wow. Oh. Echt? Echt? Nee. Wat is dat, Luxie? Ja. Moet ik hem even openmaken? Mag ik hier met dit aan? Ja. Jij, wat is het voor haar? Heb jij Luxie? Jee! Is het een eitje? Heb jij een eitje, Luxie? Ja! Ja! Schrik. Maak hem nog even open. Oeh. Oh, Luxie! Wat zit erin? Luxie! Even openmaken, hoor. Het is ook eigenlijk eigenlijk een beetje te klein voor Luxie, maar ze kan er samen mee spelen met Lucilla, hè? Oeh, wat zit erin dan? Wat is dat? Maar je moet er heel voorzichtig mee zijn. Het zijn hele kleine spulletjes. Ja, ik zie het liever. Je moet niet erom doen, hè? Even naar mama. Eens kijken. Oh, kijk eens. Wat is dat dan? Wat is dat, liefje? Oeh, zien wij dat? Zit er nog één in? Echt waar? Kijk, hoe schattig. En Luxie heeft mooie poppetjes. Oh, wat heeft Lucilla? 1, 2. Oh, Lucilla die heeft een nieuwe Elsa jurk. Hij gaat nu even uit. Vandaag is het tweede kerstdag en dat gaat over het babykindje Jezus in de voederbak. De herders gingen op weg naar Bethlehem. Ze wisten dat ze daar baby Jezus zouden gaan zien. En Maria en Jozef. En het kindje lag in de voederbak, waar de schapen aan eten. Zie je dat? Ja. Dat was geen plek meer. Nou, mooie cadeaus mee voor de nieuwe koning baby Jezus. De ster achter. Na een lange reis kwamen de wijze mannen aan in Jeruzalem. Oh,
ondertussen zijn we lekker aangekleed. En wel, Daniel leidt nog heel eventjes de hondjes uit. Maar de kids kunnen niet wachten. Ja, we hebben natuurlijk wat cadeautjes onder de boom liggen. En ze willen een volgend cadeautje uitpakken. Naast de boom, niet onder de boom. Naast de boom, naast de boom. Oké. Ik zie het. Wat is dit? Kijk maar wat het is. Maar ik zie alleen kaartlopen. Oh, ik kan hier niet. Ik wil hier niet zitten. Nee hoor. Wat heb jij, Luxie? Wat heeft Luxie? Ja. Heb jij luiertjes voor jouw pop? Ja. Dat zijn luiertjes voor jouw pop. Wat mooi, liefie. En wat nog meer? En kleertjes voor jouw pop. Dat is mooi. Dat is en wat heeft Lou allemaal? Je kunt dus je eigen spaarpot. En Lucella mag ook meehelpen. Je eigen spaarpot gaan maken. Oeh. Kijk. Ah, oh, die zijn cute. Schattig, hè? Dit zijn spaarpotjes. Zie je dit? Ja. En die kunnen jullie zelf gaan beschilderen en gaan tekenen. Voorzichtig, Lucie. Met deze stiften. Lucilla heeft het superleuke model stickerboek. En heb je overal plaatjes. En in het boek kan je zelf dus de deze plaatjes neerplakken. Deze? Kijk, dan halen we die eraf. Kijk. En waar wil je die neerplakken? Heel op het einde. Helemaal het begin? Ja. Kijk, dus hier. Oh ja, was je hier begonnen? Ja. Mooi, liefie. Mooi, kan je zelf je verhaaltje plakken. En we hebben ook luiertjes. Heel schattig. Ja, en zelfs babysokjes. Het zijn babysokjes. Die flappen, die maak je open. Eén flapje. Heel strak. Moet die, want hij mag niet uitvallen. Doe dat precies hetzelfde. De sokjes maar aan. Larissa. Hartstikke goed. Doe het andere. Doe het sokje maar aan. Oh, dat kan ze wel. Oh, alleen de sokjes zijn een beetje te groot. Zijn kniekousen. Huh? Ja, knie. Oh, vandaar. Een kniekousen. En dan pak je aan. Dan doen we nog deze pak. Of een andere. Ja, welk wil je? Deze of die? Deze? Dan deze eraf. Dat is een mooie zimmermin. Waar ga je die plakken? Mooi schatje. En die plak je daar neer. Oh ja. Dat is een mooi plekje. Mooi hoor. Heel mooi schatje. Hallo. Oh, die is mooi. Oh, de sok. Ja. Nou, veel plezier met die pop. Goed gedaan, jongen. Oh, die is ook leuk. Kroontje. Een kroontje op. Dat is mooi. Ik heb even een klein knoopje gedaan, want hij moest. Oh. Ja, want hij was een beetje te los, hè? Dat is een mooi prinsesje, Luxie. Hé. Hey. Kees, hou je hem vast? Een liefje. Goed zo. Mooi. Nu ben je. Nu kun je echt heel goed leren om een moeder later te worden. Om een mama te worden. Ja, dat duurt gelukkig nog wel even. Zeg maar een helikopter. Luxie. Die je zelf kan besturen. Wow. Wat heb jij, Luxie? Mama. Wat zijn dit? Allemaal hondjes. Ja. Allemaal babyhondjes. Hey. Die lijken op een poesje. Die zijn lief. Oh. En ze hebben ook allemaal een naam. Hebben jullie dat gezien? Deze. Kijk, deze heet Bailey. En deze? Deze heet Lola. En dat is Max. En dit is Tilly. Die zijn lief, hè? Lola. Ja. En mooi, hè? Och, kijk dan. Wat schattig. Kun je dit versieren? Oh ja. Stickers. Zo. Dit is een lampje. Als die uit is, is die volgeladen. Dat ziet er super schattig uit.
Oh, boom. Ja, wel weg, hè? Het rijdt helemaal goed, hè? De bovenste vleugel is gebroken, hier. Dan gaan we uit, hè? Oh, maar ik zie dat wel lekker. Wat is dit? Mama, wat is dit? Dat is hoe je lichaam in elkaar zit. Oeh. Een wassendinges. Een afwasbak, Luxie. Dan kun je gaan afwassen. Nou, Luan, papa heeft geprobeerd tegen de kop te opereren. Maar de bovenste propeller is lam. Dus deze ga ik even bij de winkel ruilen voor een ander. Wil je de afwas zeggen? Ja, ik zie het. Is dat de afwas? Dit is haar afwasbakje. En zo kan ze alles, zo kan Luxie alles schoonmaken. Nou, dat is leuk, liefie, met het kraantje erbij. Ja, dat is het kraantje. Even spoelen. Dan is het borsteltje, Luxie. Hier kan je het mee poetsen. Kan je alles mee schoonmaken. Luan heeft hier een skelet met alle ingewanden erin. En dat is een soort puzzel. Kijk, dit is de lever en de ribben. En zo ziet het bij ons ook in ons buik uit. Ja, dit zijn de darmen, denk ik. En op dit plaatje staat precies hoe je alles weer terug in het lichaam moet doen, zoals het erin hoort. Ik vind het heel erg leuk zien hoe het menselijk lichaam eruit ziet. En ik zit net de kinderen te vertellen dat dit zijn, zeg maar, de longen. Dat lichtbruine en dat middelste, dat is het hart. En het hart is het belangrijkste van het lichaam. Zonder hart kan jouw bloed niet door je lichaam heen stromen. En alles in je lichaam heeft je bloed nodig. Dus zegt Lucilla, zegt ze, ja maar mama, het lijkt helemaal niet op een hart. Want Lucilla is natuurlijk een hartje gewend, een hartje. En zo ziet dit er inderdaad niet uit, liefie. Hoe raar maar waar, maar dit is je maag. En hier komt al je eten in terecht. Dat is klein. Ja, maar in het echt is het groter, hè. Dat zit zo in je buik. En dan komt daar je eten in terecht. En dan haalt je lichaam alle voedingsstoffen eruit. En het overige vuil. Waar moet het allemaal? Ja, dat is toch wel eventjes een kunst. Want dit is zeg maar het lichaam. Maar jullie moeten als chirurgen met zo'n tangetje, moeten het terug in het lichaam plaatsen. Ja, mam. Maar waar zit het dan allemaal? Ik hoor dit. Ik denk dat we moeten beginnen met die, ja, inderdaad. Heel educatief werkje dit. Oh nee, oh, Lucilla heeft de hersenen eruit gehaald. En de hersenen, dat is een soort computertje van je lichaam. De harde schijf en die stuurt alles aan. Hey, dus Luan, als ik jou vraag, wat is 1 plus 1? 1 plus 1 is 2. Dan hebben jouw hersenen dat berekend. Echt? Ja. Dat doen jouw hersenen in je hoofd. Nou, de meisjes zijn hier samen heel schattig aan het afwassen. Jullie de afwassen het doen? Oh ja, ik heb ook een kopje gekregen. Dank je wel, Luxie. Dank je, dank. Lekker. Uiteindelijk is het ons wel gelukt de ingewanden erin te krijgen. Ik hoop niet dat dit zo in het echt erin zit. Want het is een beetje gefrommeld. Maar we moeten het bovenskeletje er nog even opzetten. En dan zitten alle ingewanden weer op zijn plek, hè, Lu? Ja, je moet er wel even wat voor werken. Ja, dat is niet zomaar wat hoor. Wat gaan de jongens doen nu? We gaan een hele coole, spannende knikkerbaan maken. Met allemaal nog magneten cool. En dolfjes. Terwijl de jongens met de knikkerbaan aan het spelen zijn, gaan wij lekker de spaarpotjes kleuren, hè, liefies? Ja. Dit is een spaarpot. Oh, Luxie met een andere kleur. Kijk dan. Heel creatief, Luxie. Ik moet nog even. Heel mooi. Dit is die van Luxie geworden. En ik heb er ook eentje gemaakt. Ik kon het niet laten ook een beetje creatief bezig te zijn. Dus dat is mijn spaarpotje geworden. Silla heeft hem helemaal roze gemaakt. Prachtig. Ja, dat hoort bij varkens. Dat hoort bij varkens, hè? Ja, dat klopt. Dat zo. Wij gaan handjes uitlaten. Gaan wij de handjes uitlaten? Hé, hey, wij gaan jullie uitlaten. Daar is erin. We hebben het knikkerbaantje af. We gaan eens even kijken hoe die het doet. Druk maar op het knopje. Stil. Wauw, die ging cool. Daar gaat. Yay. Na uren bouwen hebben wij dan een heel mooi baantje gemaakt met de knikkers. En we gaan eens even kijken hoe die gaat, Luan. Druk hem maar in, jongen. Kijk, gaan ze. Wow, yo. Die ging mooi. Oh, was hij uit de bocht gevlogen? Uit de bocht is hij. Nog een keer. Goed, man. Luxie is ook weer bij elkaar. Kijk eens wat we hebben gemaakt, Luxie. Ja, druk maar. Daar gaat hij weer.
leuks? Wauw, zag je dat? Kleine knikkertjes. Ja! Kijk eens wat mama hier heeft. Een mega grote chocolade kerstboom. Die hebben we gekregen van... van een mediabedrijf waar we wel eens mee samenwerken. Die hebben ons een super grote chocolade kerstboom gegeven. Hij is aan de onderkant al een beetje gesmolten. Dus we moeten hem nu echt op gaan eten, jongens. Voordat hij helemaal smelt. Heb je ook zin in een stuk chocolade? Ja. Wij wel, hè, Lucille? Mama, wil je er eens mee helpen? Luan is nog steeds druk met zijn knikkerbaan. Nee. Zo, Luan die is nog flink aan het bouwen met zijn knikkerbaan. Willen de meisjes nog een cadeautje uitzoeken? Zoek nog maar een cadeautje uit. Mama. Dat zijn tattoos. Die hebben we nog een cadeautje voor mama. Maar die mag jij wel voor mij uitpakken. Luxie vindt het gewoon al leuk om cadeautjes uit te pakken. Hè? Maakt helemaal niet uit wat erin zit. Dus maar cadeautjes kan uitpakken. Goedje. Dat is leuk, Luxie. Wat is dit nou? Wat is dit? Oh, dit is een parfummetje. Kijk, die heb ik niet zelf gekocht. Die lag er opeens tegen. Ja. Heeft vader dit van moeder gekocht? Hey, is dit een kerstcadeautje van mij? Luxie denkt dat het mijn mooie hakje. Je hebt het uitgezocht van mama. Heb je die met mama? Heb je die samen uitgezocht van mama? Luxie. Oh. Luxie en papa. Ja, heb ik wel gezien, maar ik doe net alsof ik het niet weet. Wow, past die in mijn voet, hè? In mijn slofvoet? Nee. Ja, die past. Ja. Oeh, wat mooi. Mama. Oh, het is een parfummetje. Ruik ik lekker? Mag ik ruiken? Lekker. Ja? Oh, het is echt een vrouwengeur. Ja, dit is een mooie geurtje. Een vrouwengeurtje. Ja, echt een mooie. Ik zie, denk, nee, mijn schoen is kapot. Lekker? Lekker, dankjewel, Luxie en papa. Lucilla die heeft hier een glitter tattoo nagel- en hairdecoratie setje gekregen. En zullen we eens even gaan kijken? Van de kerstman. Van de kerstman. Ja, mag je ook kijken voor mij? En, oh ja, er lag ook een cadeautje voor papa. Het vreedpaard. Nu is van papa. Luan die heeft steeds meer kleren uitgedaan, want die kreeg het een beetje warm. Vandaar dat hij er zo uitziet. Ik ben benieuwd. Je mama en Lucilla, Lucilla lekker leuke dames. Ik denk een soort geurtje. Ja, echt. Mannengeurtje. Oeh, jongen toch. Is het voor een echt mannengeurtje? Echt mannen. Heb jij die van Luan gekocht, papa? Oh. Oeh, ja, dat is een echt mannengeurtje, kerel. Mag ik ook rekenen? Ja, zeker, dan worden de meisjes helemaal... Wij kunnen er allemaal weer mee door. Alle vijf. Zo heerlijk als wat. Maar ik krijg een beetje trek in de beuk. Zal ik eens even die kometten uit de schuur gaan? Ja, je moet er wel even de kometten zoeken. We gaan straks lekker kometten met z'n allen. En dat is gewoon lekker met de kinderen. Dat doen we eigenlijk ieder jaar. Oh, trouwens, voor degenen die denken, gaan we nu naar jouw ouders? Nou, opa en oma Frankrijk, die wonen niet echt om de hoek. Dus dat vieren we meestal gewoon lekker met ons gezinnetje lekker thuis. Maar wel, mijn zusje komt wel morgen vanuit het buitenland met haar dochtertje en haar man. En die gaan we dus morgen zien. Maar als jullie denken vandaar, nou, dat is dus de reden. Lucilla wil heel graag een. Lucilla wil heel graag deze armband. Nou, die is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja. Nee. Kijk. Wauw. Hij is mooi geworden, schatje. Alleen is hij hier een beetje gestuurd. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee. Je ziet hem toch zo? Ja. Hier. Ook een beetje mijn vlek. Een oplukje. We tekenen gewoon een beetje op je vlek. Ook een beetje onder, hè? Ja, ja. Kijk. Hier heb je een roze vlek. En het is tijd om de tafel te dekken. Altijd wat pannenkoekenbeslag, waardoor ze zelf pannenkoekjes kunnen bakken. Ja! Het pannenkoekenbeslag is ook klaar, ook op de tafel. Luan heeft zelfs al mooie kaarsjes op de tafel gezet. En
Dat ziet er mooi uit. Oh, wat gezellig, jongen. De vleesjesschaal en de visschaal, die is ook klaar. Lekkere bolletjes op tafel, wat groentjes. Pannenkoekenbeslag, de poederpret. En lekkere, ja, daar is Luxie en Lucilla heel gek op. Die is al begonnen. Wat pennen erbij. Wat pasta erbij. En papa die zit in het hoofd van de tafel. En we hebben de tafel even iets van de muur afgezet, zodat de spetters niet op de muur komen. En dan zitten de kinderen op dat bankje daar. Dat is lekker. En papa zit in het hoofd bij de tafel bij het comet setje, zodat hij de vleesjes te fijn op kan doen. Dat ziet er lekker uit. Nou, het dingetje comet gebeuren wordt al een beetje warm. Proost, Luxie heeft ook een heel klein glaasje. Waar is jouw glaasje, Luxie? Luxie, met mama proosten? Proost, schatje. Ja, geen glaasje. Proost. Proost op de kerst. Op de kerst. Heel goed. Wilt u bij ons eten zijn? Wilt u het lekker laten maken? Wilt u ons even lekker laten slapen en lekker laten eten? En vandaag deze avond even laten genieten? Dat het bolloweekje leuk gaat worden. Dat het vrijweekje leuk gaat worden. En wilt u deze hele wereld voor altijd in lief laten blijven? En dat u altijd vader draait de vleesjes om. Oh, lekker. Zo nog met tomaatjes. Oeh, dat is lekker. Met mama. Wil je ook een lekker tomaatje? Ja, mama. Ja. Toen ja. Ging Luxie zo mee. Ja, Luxie meedoen, we willen. Ah. Nou, Lu, jij ook nog een tomaatje? Kijk eens. Lekker gezonde tomaatjes. In mini mutten, type gutten. Nou, Kwik, Kwik en Kwak wouden op een rij zitten. Daar zitten ze hoor. Kijk eens even, jongens. Oh, wow, pannenkoekje klaar? Nee, oh, hij moest even draaien. Wie lust er zo een pannenkoekje? Ik! Luxie ook? Luxie lust ook een pannenkoekje. Wat een pannenkoekje. Oh, en de vleesjes zijn ook bijna klaar. Oh, en de mais. Ja. Kijk. Lekker gezonde mais. Die is ook klaar. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duim omhoog. Vergeet niet te leren. Hè, belletje klikken. We zien jullie morgen. Hopelijk jullie een fijne tweede kerst nog hebben. En morgen gaan we weg en jullie mogen mee. Gezellig. Ja. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee en blijf.